Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van... Oh, Hogwarts Legacy. In deze aflevering is het de bedoeling dat wij die ene foe die je daar op de kaart ziet, helemaal linksonder, dat we die eens even gaan kapot maken. Awkward the Older. Kabooming! Nou, Awkward is dood. Oh, fuck it, Rooney. Are you sure you're not a Oh, there's nog een. Yay! Get booming. You only have Ranrock Revelio. Het is wel interessant om hier doorheen te gaan natuurlijk. In ieder geval voor de monies. Oeh, hier kan je naar beneden. Interessant. Wacht. Even terug. Ik heb het gevoel dat we anders iets overslaan. Vooral dat vlammetje vind ik even interessant. En dan lopen we zo weer terug om daar naar beneden te gaan. Off on another adventure, are we? Ja. Revelio. Kijk, nice. Er is daar ook. Oh, we kunnen niet rennen, blijkbaar. Oh ja. Nice. Oké, dan gaan we nu even naar die put die we tegenkwamen net. Allemaal stuff. Kijk, nu kunnen we gewoon hier naartoe teleportering. Wil je ook zetering? Teleportering. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Pleased to be included. Hier nog iets? Oh. Accio. Wijnium Leviosa. Oeh, allemaal aparte liedjes. Wow, dit is vet. Oké. 1. 2. Yo, dit is van de trailer. Dit ziet er zo gaaf uit, dit gedeelte. Ik vind dit er wel echt vet uitzien. Yo, kijk hoe vet. How nice to see you, my young friend. Er zijn meerdere dingen die we kunnen doen. We hebben hier best wel wat dingen gepland staan. Laten we eens op de map kijken wat er op dit moment hier gebeurt. Kijk, deze is best wel dichtbij. Die kunnen we sowieso wel even gaan zoeken. En hier hebben we nog een tomb op treasury. Tomb on the northwest, a giant near rock face, close to the small hamlet. Daar is in ieder geval nog een of andere interessante chest. Kunnen we ook doen, maar laten we eerst... naar het vlammetje. Het vlammetje zit echt helemaal beneden. Nou, dan gaan we toch helemaal naar beneden voor het vlammetje. Is
no telling what lies in wait for me in there. Kijk, hier is die tomb die we net zagen. Laten we die Tomb of Treachery eens een keer ingaan. Oeh, ik heb zo, als er voor gezeten moet worden, dan is het geen kleine tomb. Revelio. Oeh. Interessant, interessant. Ah, de Shivelweg. Nice. Dat we die een keer wild tegenkomen. Monies. Ook altijd leuk. Revelio. Die is het belangrijkst. Dan betekent wel dat misschien wel dat er niet zoveel enemies zullen zijn hier. Oeh. Oh, enemies, kutzooi. Had ik maar niks gezegd. Incendio. Au. Waar is dit door locked? Ben ik ook benieuwd. Dit niet. Must be something around here we can climb on. Interessante dungeon. Interessante dungeon. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Dash was niet helemaal de bedoeling. Zoals jullie vast hadden begrepen. Ah. Lumos. Misschien moet ik dat beest ergens mee naartoe nemen. Hier, oh ja. One down, two to go. Revelio. Oh, er is hier nog een. Ah, er zijn hier twee naast elkaar. Oh. Lumos. Wingardium Leviosa. Incendio. Lumos. Mooi, je kan er maar één tegelijk zetten. Wat vlot. Geheime tunnel. Geheime tunnel. Succes.
Revelio. Dit niet. In theory. What are they protecting? Ah, ik wel zeg, oeh, necroten. Au. Veel necroten tegelijk, daar hou ik niet zo van. Die dingen zijn verbazingwekkend snel. Die Furies zijn best wel sterk, zeg maar. Maar goed, we leven nog, soort van. Revelio. Incendio. Ah, nu is een soort van deur geopend. Revelio. Nou, echt een interessant stuk was om te komen. Mooi, vraag ik me af. Incendio. Nou, dit zijn sowieso fijne items om te gatheren. Nice. Oh, yo. Hier, kwaad. Oh. Nee, oké. Okay. Ik denk dat het dat dit gedeelte wel was, of niet? Revelio. Ah, oh, we moeten hier wel echt uitlopen. Dat is dan wel weer sad. We zijn in ieder geval overal geweest. En we hebben een kist die we waarschijnlijk nodig hebben. Dus dat is mooi. Easy peasy, limoen squeezy. Of eigenlijk citroen squeezy. We zijn er weer, wat een vlot. Oh, it's a pleasant surprise. Zeker, want dit is pleasant surprise. Kunnen wij weer zo'n Merlin trial doen. Plons. Waarschijnlijk moeten we de Merlin trial ergens anders beginnen. Zoals jullie zien. Oh. Zo kan het ook natuurlijk. Ik wil afstappen eigenlijk. Nee, niet? Oké. Okay. Merlin himself would be proud. Top.
gehaald, want ik ben zo'n tovenaar. Kunnen die doen, kunnen ook naar dit vlammetje gaan. Die is voor mijn gevoel niet heel ver weg. Vol met goblins hier. Ik denk niet dat dat een idee is om dat nu te doen. Oh, ik word gezien. Nee, we zijn al gevlucht. Er zijn echt veel van die Merlin Trials, echt niet normaal. Echt niet meer normaal. Rebellion. Zag hier net op het strand volgens mij nog wel wat van die dingen liggen. Wat is dit? Oh, liedjes zijn dit zeker. Ja. Zet. Ik dacht het zijn coole dingen. Nee. Nou, we kunnen hier naartoe vliegen, want hier hebben we wel de Phoenix. Ik weet niet of we die al aan kunnen, maar we kunnen het even proberen. Ja, hier moeten we echt even omheen vliegen, want anders... Oh, ze zit hier overal. Wat heb je gedaan? Ze zit hier overal, daar hebben we geen zin in, dus we moeten even... Wow, yo, dit hele ding is infested met die beesten. De Phoenix Mountain Cave. Oké, dit kan alleen maar spannend worden, want ik denk niet dat die Phoenix zich graag gevangen laat worden. Oké. We're going to poach us all already here. Poachers, oh fuck. No. Keep looking. You've seen how much a single... Just imagine the whole blooming bird. Oh, should have stayed at the castle. Unit! We had plans for that. Ah, niet die. Die wou ik niet. Dat was de enige die bijna dood was. Godverdomme. Akio.
know you dumb fool. You know. You dead on a mile. You place it. Confringo. Potato. Confringo. Accio. Incendio. Confringo. The beasts are safer now. Revelio. Incendio. Revelio. Oké, okay, dat is daar beneden. Daar hoef ik nu niet te zijn. Wel een weg en wel, die had ik ook wel nodig. Dat die even aangevuld werden. Die heb ik al geloot, blijkbaar. Oeh. Incendio. Maar dat kan blijkbaar niet. Oké, okay, dan moet ik even wat van afstand. Confringo. Revelio. Confringo. Oh, nu zijn mijn gearslots vol. Oh nee. Dan moet ik iets weg gaan gooien. Laten we de gearslots er eens bij pakken. Dit is een hele slechte. Die destroyen we wel. Het is niet veel beter. Maar we krijgen er meer geld voor. Want het is een blauwe in plaats van een groene. Dat scheelt altijd. Ik wil eigenlijk de volgende aflevering verder gaan met de Phoenix. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering doen? Dan heb je mogen zien. Graag de volgende keer weer. Adios, amigos.